AZ, de nummer 5 in de Eredivisie, tegen Vitesse, de nummer 13. De eerste van 2023 voor beide ploegen. Daar zien we Tijani Reinders, die, zo werd vanavond bekend, zijn contract heeft verlengd tot de zomer van 2027. We kijken naar de opstelling van AZ ten opzichte van die wedstrijd tegen PSV. Op 12 november speelt Mees de Wit in plaats van de geschorste Kerkesh. En op het middenveld zien we het debuut van de Amerikaan Djordje Mihajlovic. Hij is de vervanger van de geschorste Dani de Wit voorin. Odgaard, Pavlidis en Jesper Karlsson. Vitesse heeft wel flink wat wijzigingen ten opzichte van de wedstrijd die het in november speelde in Deventer tegen Go Ahead. 2-2 gelijkspel toen. Scherpen keept, hij is weer fit. Meulensteen speelt centraal achterin. Dat gaat ten koste van Cornelissen die op de bank zit. Dijks maakt zijn debuut voor de Arnhemmers vandaag als linksback omdat Witek geschorst is. En Bialek is ook weer fit. Japi zit op de bank. Het is een 4-2-3-1 formatie die Philip Cocu de wei instuurt. Arcus, wat doe je dat onhandig? Pavlidis, maar de hoek te lastig. Nou, daar gaat hij in de fout, de rechtsback van Vitesse. Maar loopt het met een sisser af. Bal weggehaald door Reinders. AZ wil omschakelen en doet dat ook op tempo. Pavlidis, Mihajlovic is vrij. Mihajlovic voor zijn eerste voor AZ, maar de redding is daar van Scherpen. Uitstekend gekiept door Kjell Scherpen. Flamingo slordig. Dus kan AZ weer met Pavlidis. Vastgehouden, daar gaat een kaart aan komen. Kaart voor Vidovic. Die zo de counter van AZ eruit haalt. Balletje achter het standbeen langs. Was aardig bedacht, maar levert niets op. Klaasie. Reinders weggezet, maar de bal blijft wel van AZ. Karlsson. Geen ruimte om te schieten. Misschien wel voor Klaasie. Voorzet Sugawara. Karlsson. En Odgaard krijgt de kans. En uiteindelijk een variant die totaal mislukt. Tussenkomt Sugawara, die dan weliswaar daar de bal speelt, maar blijkbaar ook een overtreding maakt en op de bon gaat. Geel voor de Japanner. Ja, dit mag dus niet van Kamphuis. Mihajlovic, al afgepakt door Tronstad. Arcus in de problemen, overname Pavlidis. Karlsson, tweede minuut na rust. Karlsson zoekt het in de korte hoek. Bero laat zich vallen. Sugawara kan een hoekschop hier niet voorkomen. Arcus. Opgepikt, Flamingo. En dit is een goede actie. Het schot ook tussen de palen gepakt door Verhulst. Mihajlovic, maar Flamingo komt daar als winnaar uit. En dit is sterk van Dijks. Vitesse voetbal beter in de tweede helft. Kan er toch meer een echte wedstrijd van maken.
Manhoef. Arkus is mee. Hier is hij. Voorzet van Karlens. Arkus. Manhoef nog. Goed balletje op Arkus. Beetje wild. Hoekschop Karlsson. Bal blijft liggen. Nou, nu kan Vitesse erom schakelen. Manhoef. Interceptie Sugawara. Goed balletje Tronstad. Bero. Bjalek voor het doel. Bjalek! Dat scheelt niet veel. Zo komt Vitesse toch tot mogelijkheden. Krijgen de Arnhemmers nu geen hoekschop. Odgaard. Tempo gaat niet wat omhoog. Karlsson. Klaasie. Eigenlijk altijd wel aanspeelbaar. Effien de hoek in. Zo komt er hier wat meer ruimte in de as voor Odgaard. Goede combinatie. Reinders kan dit. Maar krijgt hem niet op doel. Pavlidis weer boos dat hij de bal niet krijgt. Eindelijk een goede aanval van AZ in de tweede helft. Aan de andere kant. Vitesse met Manhoef die de kans krijgt. Manhoef! Geweldige redding van Verhulst. Dat had hem kunnen zijn, dat had hem moeten zijn voor Vitesse. Dat echt de kansen krijgt op een doelpunt in de tweede helft. Effien. Goed balletje. Reinders komt weer in positie. Tijani Reinders. Effien. Karlsson. Nu dan. Pavlidis krijgt een behoorlijke optater van de keeper. En wat doet de scheidsrechter daarmee? Het wordt een hoekschop. Daar waar Pavlidis behoorlijk werd geraakt door Scherpen. Ja, Scherpen komt voor die bal. Maar raakt Scherpen de bal wel? Zo niet, is het misschien wel gewoon een strafschop. Ik denk eerlijk gezegd niet dat Pavlidis hier een strafschop verdient. En dat Scherpen voldoende van de bal raakt. Goeie ingreep Beukema. Balletje achter het standbeen langs, handig van Karlsson. Effien, Karlsson is vrij. Goed, Flamengo. Alsnog Jesper Karlsson. Sugawara komt bij de tweede paal. Scherpen wordt in de weg gelopen. Odgaard. En in tweede instantie wel goed. Kjell Scherpen. Druk van AZ neemt toe. Appel voor Hens. Uitverdedigd Meulensteen. Hatsidiakos. Beukema. Kiest ervoor om die bal nog even te laten stuiteren. Dus Vitesse met uiteindelijk dit schot dat ongevaarlijk is. Miscommunicatie bij Vitesse naar deze voorzet van Karlsson. Wippertje Odgaard, Pavlidis. Oh, wat een mooie. Toch de goal voor AZ. Uitgegaat in een flits. En Pavlidis doet het. Slim paasje, is hier sprake van buitenspel. De lijnen gaan nog getrokken worden. Hoe dan ook, de uithaal mag er zijn. Van Pavlidis, assist voor Odgaard. En als het dan door mag, is het een doelpunt om in te lijsten. En is deze bal niet te houden voor Scherpen. Met nog een kwartier op de klok, het is een goal. Het is 1-0 voor AZ. Nu de dubbele wissel bij Vitesse. Hier is Nicolai Baden-Frederiksen. En de andere invallers zijn Mohamed Sanko en Romaric Yapi. En wat levert dat op voor Vitesse? Arkus, aardige voorzet. Daar is de goal van Sanko. En het is verdiend 1-1.
Bartas lekker invallen voor de 19-jarige Mohamed Sanko. Net als in de laatste wedstrijd van het vorig jaar komt Vitesse terug van een achterstand. AZ komt niet verder dan een gelijkspel. In de eerste wedstrijd van 2023 moet de formatie van Pascal Jansen genoegen nemen met een punt.